Hallo, ik ben de Messen. Hey! Ik ben eigenlijk YouTube-kanaal niet eens meer, maar ik ben Jamie. Dus tussen sweatpants, maar daar hoor je heel veel van. Maar ze vindt het grappig. Nee, ik vind het ook grappig. Maar toen even niks. Beetje raar Q&A-stijl, want Jamie is niet hier echt bij mij, maar ze is op Skype. En dat is op sweatpants, want dat staat een hele tijd stil. En dat moet nu eens eventjes een beetje beginnen te lopen. Hè? Dat ik van jou een slop onder mijn kont krijg, omdat ik steeds geen video's maak. Een pennetje bij, want ik moet het licht focussen op Jamie. Want kijk, ik laat even zien, als ik het licht focus op mij, dan is Jamie zo fel als de zon. Dus daarom klik ik af en toe op beeldscherm om op Jamie te laten focussen. Ik ben trouwens niet, maar ik zit hier gewoon te eten. Maar Jamie zit daar lekker te eten. Goed, vandaag een Q&A. Vraag 1 is, wat is je hobby? Jamie, dan mag jij beginnen. Ik kan knippen, dus. Viool spelen, keyboard spelen, slash piano, een beetje gitaar, heel veel zingen, acteren. In het kort even vlug samengevat. Ja, mijn is gamen. Dat is dan ineens heel kort vergeleken met jou. Zingen, acteren, dansen en dan gamen. Goed. Volgende vraag. In welke klas zit je? TVZ2, tot op vierde klas, zorgwelzijn. Zeg maar, zij zit zorgwelzijn en ik zit in techniek. Vierde leerjaar. Lekker smikkelen. dan hebben we nog een vraag van Davy. Als jij een My Little Pony plaatje op je bibs zou zetten, welk plaatje? Je bibs was het toch? Ruffles. En wat voor plaatje zou je, als je My Little Pony was, wat zou je dan voor plaatje op je bibs willen? Ik heb My Little Pony dingen niet eens. Ja, ik weet dat het ponies zijn met vleugels blijkbaar. Ja, en ze hebben een of ander plaatje op een bibs of zo, weet je veel. Maar wat voor plaatje zou je dan kiezen? Nee, maar gewoon een plaatje. Neem gewoon een plaatje van wat je zelf wil, bijvoorbeeld een pen. Een moestuintje. Ik zou dan kiezen voor een Xbox controller. Ja. En jij? Ja, wat is het? Je kijkt zo naar mij. Ja, nee, voor mij kijk je naar mij. Kijk, we kunnen JBD ook zo instellen, maar dat lijkt ons niet echt. Dat is een beetje dichtbij. Ja, omdat ik nog met muziek doe, dan zou ik muzieknootje zeggen. Een muzieknootje. Goed. En dan gaan we weer eens even een andere vraag. Wat doe je als je ineens een half uur niks te doen had? Als je opeens, als je zeg maar, je was aan het werken. Thuis en je hebt een half uur niks meer te doen. Wat zou je dan gaan doen? Gamen, anime bekijken. Anime, ik zou dan of inderdaad gamen of misschien een aflevering Doctor Who kijken. Waar ben je het bangst voor? Vroeger altijd spinnen, maar nu eigenlijk nee, totaal niks eigenlijk, zover ik weet. Nee, maar je mag gewoon uit alles kiezen. Serie, moordenaar en... Serie. Ik ben seriemoordenaar. Ik ben bang voor jou. Nou goed, Damien. Nou, ze is bang voor mij. Ik ben bang voor spinnetjes. Want ik hou niet van spinnetjes. Welk dier, of een insect, zou jij graag willen zijn? Ik moest kiezen. Mag er geen twee zijn, dat weet ik nu al. Nee, er moet één zijn. Een hond. Ik een tijger. Een hond vanwege omdat hij altijd trouw is en je nooit zal verlaten. Dat is eigenlijk trouwens hetzelfde bij een poes. Of een kat. Poes. Ja, katje. Heb jij nog een vraag? Moet ik het helemaal alleen doen? Weten mensen nog niet hoe oud we zijn, dus hoe oud zijn wij? Ja, hoe oud ben jij, Jamie? 17.
Ik ben 15 en ik word bijna 16. Want Jiminy is gewoon heel oud. Ze is gewoon een oud kreen. En ik ben. Ja, klopt. Hè? Nee, niks. Volgens mij, jij bent toch al eens een keer blijven zitten? Ja, één keer. Vandaar dus. Omdat ik te snel leerde. Op welke dag ben je jarig? Bedoel je dan om. Ja, bijvoorbeeld. Of bedoel je letterlijk de nummers ervan? Nee, gewoon bijvoorbeeld 27 februari of zoiets. Nou, 20 februari. Oh. Nou, dat had ik er bijna goed bij. Ik ben, ja... Ik ben jarig op 5 juni. Wist je dat het best een droge video is? Ik kan mijn mond maken. Wat? Hè? Oké. Okay. Oh, God, gaat hij letterlijk nemen. Sissi. Hup. Nee, er zit niks in. Een beetje droge, dubbelfris-achtig. Oh jee. Die moet eens weg. Ik wil drinken. Zo, wijn! Alleen dat niet. Wat een mooi glas. Ben je dat ook? Wat is dit? Ja. Geen idee. Ik ook niet. Goed. Kylie Jenner lippen. Toestand. Ah, oh, nee, niet dat. Oh, gadver. Goed. Wat is je favoriete serie? Ga jij maar eerst, ik zit nog even na te denken. Dat is voor mij heel simpel. Doctor Who. Doctor Who, juist. Doctor Who. Ik ga het echt aan, moet kijken, want het is fantastisch. Sonic Screwdriver, dit is een iPad pennetje, maar dat doe ik niet. Ik denk iets van anime. Gokje. Want Jamie kijkt vaak anime en ik kijk vaak toch hoe Sarah Jane Adventure Torch moet. Ik kan een serie vinden. Wat? Wat? Ja, wat? Wat zei? In anime zitten allerlei losse series. Dat zijn allemaal andere soort filmpjes. Hmm. Dat is eigenlijk een verzamelnaam ervan, zou ik het zo zeggen. Ja, dan zou het eigenlijk Family Guy zijn. Mami, mama. Mami, mama. Mama, mami. Wat zou jij doen als dagen 25 uur zou duren? Wat zou jij met dat extra uurtje doen? Als ik echt een puberachtige reactie moet zeggen, dan zeg ik slapen. Dat was ook mijn reactie. Lekker slapen. Dat was ook Davy de reactie volgens mij. Davy, als je nu kijkt, jij ligt misschien in de deuk, want dit is een hele droge video tot in. Mm-hmm. Zijn we... Maar... waarom ben je nat? Ja. Hey, doe even dicht bij de camera. Waar ben je het beste in? Moet je heel eigendunker zijn nu? Heel eigendunker zijn? Waar ben je het beste in? Fijn. Nee, maar echt qua... gamen, sporten, zingen, dansen... Ja. Nee. Eigenlijk geen van anderen, dus gewoon goed zijn is slecht zijn. Goed zijn is slecht zijn. Ik weet niet echt. Ik ben niet heel goed in gamen, maar in sommige games dan weer wel. Want als je mij achter Call of Duty zet, dan ben ik binnen een minuut dood. Zet er. Romp. Ik heb je ook net gereden, hè? Chipjes. Mijn dipsausje. Het is geen kookje chips, maar... De honden blaffen beneden, dus ik zal ze maar eens even naar binnen laten. Poef! Ja, dan zijn we zo bij je terug met een knipje. Daar zijn we weer. Ik heb even heel professioneel even een papiertje erbij gepakt en even wat vragen erop geschreven. Ja, dat is maar
Goed. Nou, er zijn er al gelijk drie dan. Hoe denk je over werk? Werk? Ja, je kan er sowieso geld mee verdienen, lijkt me wel logisch. Ja, maar hoe denk je erover? Leuk, spannend, saai. Maar eigenlijk leerzaam, maar je kan best wel veel dingen er ook van leren. Ja, dat ben ik wel met je eens, leerzaam, ja. Wat is je droombaan? Iets waar ik nu al 3, 4 jaar mee bezig ben, actrice worden. Mijn droombaan, daar ben ik ook al echt heel lang mee bezig. Iets van 3 jaar ook. Wel meer, maar dat was op een ander account. Op een kanaal. En dat is YouTuber worden. Heb je goede cijfers op school? Ja. Ja, ik ook. Alle gemiddels zijn 7 en hoger. Ik heb zelfs 3 vakken gemiddeld tot een 8. Ja, ik sta ook nog in tekort op mijn 7 leesje. Over school gesproken, kom je vaak te laat? Kom je überhaupt wel eens te laat? Ja, ik ben te laat gekomen, maar dat was geoorloofd. Oftewel, dat was goedgekeurd vanwege omdat ik bijvoorbeeld naar de porto of de tandarts of naar de dokter of zo moest. Ja, ik ben eigenlijk zelf nog nooit echt te laat gekomen. Als in echt te laat, zo van, oh jee, mijn wekker stond, die was niet afgegaan, weet je. Echt wel eens een half uur later wakker worden, maar ik kwam op tijd op, maar dan op net op tijd. Heb je vervelende leraren? Ja. Ja, ik ook. Want ik heb hem niet meer. Ja, ik weet alweer bedoeld. Ja, een Engels leerkracht. Maar we gaan zijn naam natuurlijk niet noemen, maar ik vind hem best aardig met Jeremy. Maar wel voor degene die ons misschien wel kennen persoonlijk, UFO. Ik vind hem wel vriendelijk, maar Jimmy is schermen niet. Want hij is mijn mentor. Nou, tegen ons is hij altijd stond gemeen. Ja, maar ja, ik heb bij hem altijd zo van, dan moet je volgens mij zelf ook wel iets doen. Wat deed je vroeger erg vaak toen je klein was? Bijvoorbeeld, wat voor spelletje speelde je het meest? Het mag een spelletje van buiten zijn, het mag een spelletje op je computer zijn. Dus wat voor spelletje speelde jij toen je klein was het meest? Ik speelde vroeger altijd met autootjes. Ik speelde vroeger heel vaak Pokémon. Goed, dan sluit het denk ik hier wel bij af. Ik weet niet hoe groot de video is geworden, maar dat zien we wel. Mocht jij dit hier willen zien, met Jamie of misschien met iemand anders, dan moet je vooral even een reactie achterlaten. Misschien even een duimpje omhoog, mocht je dat willen. En niet te abonneren. Vergeet niet te abonneren, juist doen. Op mij, Sandmans, op Sander Dijdemans, op Davy Meijmans en op Jimmy tussen Simmons. Maar daar zal niet veel op gebeuren. Ja, af en toe wel wat, af en toe niet. Maar nu is het fijn omdat we natuurlijk druk bezig zijn met ons examen. Zal er niet veel van kunnen komen. Precies, examens. Maar goed. Nee. Goed. Nou, omdat we toch nu even over examens bezig zijn. Ben jij heel erg nerveus om je examen te doen? Ja, nou, ja en nee. Ja, ik weet niet. Ik heb een beetje gemengd gevoel over als ik hier ben. Ik heb het idee van de theorie-examens. Dat gaat gewoon lukken, maar de praktijk-examens. Ja, precies. Dat heb ik ook. Dat heb ik ook. Goed. I'm gonna fail. Wat? I'm gonna fail. Ik ga falen. Oké, ja, maar af en toe loop ik weer vast, zeg ik even wat. Nog de laatste question die we gaan stellen vandaag. Wat ga je vandaag eten? Nee! Datgene wat ik al de hele tijd al onder te zit te peuzelen. Nee, maar wat ga je vandaag als avondeten eten? Normaal gesproken eten wij op zaterdagavond soep, maar de laatste tijd is dat echt helemaal drastisch aan het veranderen, dus ik heb geen idee. Nou, zeg maar gewoon eigenlijk misschien soep. Broodje aap. Broodje aap. Ik. Frietjes. Dat is zaterdag onze standaard ding. Dat is bij ons vrijdag. En mensen, mocht je het leuk vinden en mocht je er tijd voor hebben, kijk deze hele video even opnieuw af. En tel hoe vaak Jamie Lee iets in de mond heeft gestopt. En degene die dat goed hebben, ik weet zelf trouwens ook niet hoe vaak.
dat heb gedaan, maar die. Daar ga ik een heel apart raar liedje voor maken. Oh jee, Jimmy, die gaat dan een liedje voor je maken. Oh. Maar dan moet je natuurlijk wel even in de reactie beneden zetten, mocht je dat willen. Ja, dus in de reacties. Ja. Beste mensen, tot de volgende keer. Doei. Dag.